Een hele goede avond en welkom allemaal bij dit nieuwe webinar. We hebben vandaag onze gastspreker, onafhankelijk technisch analist Edward Loef te gast, over een waanzinnig interessant thema: candlesticks. We zien ze constant op de grafieken bij IG en dit past dan ook perfect in onze sessies met Edward, waarbij we de technische basis gaan kijken hoe we kunnen traden. Ik heb er alvast zin in. Edward, hoe heb jij er zin in? Ik heb er ook zin in. Alle kijkers, welkom. Fijn dat u vanavond kijkt of zo meteen terugkijkt via het YouTube-kanaal. Leuk om samen met IG aan educatie te doen. Elke dag leren we weer. Geldt voor iedereen. Nou, we gaan vandaag een bijdrage leveren. Ja, precies. En dit bijdrage die IG levert vandaag is inderdaad educatieve grond. Zoals we het vorige week over de MACD hadden bijvoorbeeld, ook een mooi onderwijs daarbij. Uiteraard, als bedrijf zijn we vooral een broker die zich toespitst op een uitvoerende dienst. Het is dan ook belangrijk dat wat je vandaag leert tijdens dit webinar, dat dat niet kan aanzien worden als beleggingsadvies. Iedere vorm van beleggen is risicovol en dus ook zo bij IG, waarbij je aan de slag gaat met CFD's. Helaas leidt 76% van de retailbeleggers verlies op de handel in CFD's bij IG. En het is daarom heel belangrijk dat je goed begrijpt hoe CFD's werken. En daarnaast ook barriers, opties, turbo's die we aanbieden. Want uw vermogen loopt risico. En in het bijzonder zo wanneer u handelt met een hefboom en een vergroot effect hebt in opwaarts en neerwaarts beweging. Vandaar ook dat we heel aansprekelijk zijn bij IG. Zowel vandaag tijdens dit webinar, we hebben een leuke chatbox erbij gevoegd, waarbij je live je vragen kan stellen. En dat wil ik gerust al even testen. Als jullie ons goed kunnen horen en het beeld kunnen zien, laat het alvast even weten. En daarbij krijg ik al de bevestiging loud en clear, uitstekend. Maar gebruik dat ook gerust voor vragen doorheen het webinar. En Edward en ikzelf zullen ons best doen om dat gewoon meteen te beantwoorden terwijl we ons scherm delen. En uiteraard, achteraf laten we ook nog even onze contactgegevens achter om, om verder op te volgen hoe je dit kan toepassen. Zo, Precies. laten we er even instappen. Candlesticks, wat heb je ons te vertellen vandaag, Edward? Ja, eigenlijk heel veel, maar ik zal het beperkt houden tot enkele, ik zou zeggen, basispatronen. En dan gaan we zo meteen kijken aan de hand van wat live voorbeelden, wat we daarvan kunnen opsteken. En dan beginnen we eigenlijk eerst eventjes toch met een stukje basis. Ik heb hier twee candles afgebeeld, voorbereid. Een negatieve candle en een positieve candle. De candle, ja, de technische analyse zit vol met technische termen. De candlestick is eigenlijk de term of de aanduiding voor een kaars. Dus waar je eigenlijk naar kijkt, zijn hier twee typen kaarsen: een rode kaars en een groene kaars. Nou, de rode kaars, dat geeft aan dat er sprake is van een negatieve, ik zou maar zeggen, handelssessie. En de groene candle die het IG-platform toont, dat is een positieve candle. Nou, die candles die hebben een bepaalde opbouw. Daar ga ik toch even iets over vertellen. Omdat dat buitengewoon handig is als je zo meteen besluit om op dagbasis, op uurbasis, op 15 minuten basis of misschien wel op 5 minuten basis proberen geld te verdienen op de beurs. Eerst maar eventjes naar de candles aan zich. De rode candle bestaat uit een lichaam. Dat lichaam, dat is het verschil tussen de openings- en slotkoers. Nou, de negatieve candle duidt erop dat de slotkoers onder de openingskoers ligt van de handelssessie. En je ziet eigenlijk twee dunne sprietjes, eentje aan de bovenkant en eentje aan de onderkant. Dat noemen ze schaduwen. En dat geeft eigenlijk alleen maar weer wat er tijdens die handelssessie is gebeurd. Boven de openingskoers of onder de slotkoers van die desbetreffende candle. En dan zijn er natuurlijk allerlei variaties mogelijk. De positieve candle die toont eigenlijk het omgekeerde beeld. Dan is het natuurlijk duidelijk dat de slotkoers boven de openingskoers ligt. Dan heb je een positieve
handelssessie. En met handelssessie bedoel ik ja, een sessie bijvoorbeeld op dagbasis of op 5 minuten basis. Elke keer heb je een momentopname. Ik denk dat het handig is dat als je met candles handelt, dat je voor jezelf ook bepaalt met welk tijdvenster je aan de slag wil gaan om op de beurs geld te verdienen. Nou, ook de positieve candle heeft sprietjes aan de boven- en de onderkant van het lichaam. En dat zijn dus de schaduwen die aan de bovenkant worden aangegeven. Tot hoever we tijdens de handelsuren boven de slotkoers zijn geweest of onder de openingskoers. Dus nou, met die informatie kunnen we nu in ieder geval al vaststellen. We hebben te maken gehad met een negatieve of een positieve handelssessie. Nou, dus op deze manier heb je dus heel snel visueel inzage in wat er gebeurt. Nou, zo'n dagcandle die heb ik hier eventjes afgebroken in brokjes. Want het grappige is dat die twee candles die u nu net zag, die zijn eigenlijk een weergave van twee weeksessies in de Nederlandse aandelenindex. En je weet, de weeksessie kent doorgaans 5 handelsdagen. Even afgezonderd of uitgezonderd de feestdagen die er af en toe tussendoor komen. Maar je ziet bijvoorbeeld dat bij de rode candle die we net zagen, dan zie je dat je 5 handelsdagen hebt waarin er allerlei candles zich ontwikkelen met stijgingen en dalingen. Ze wisselen elkaar aardig af. Maar uiteindelijk is het eindresultaat van openingskoers en slotkoers is op weekbasis bepalend. Maar als je op dagbasis gaat kijken, dan zie je dus dat je 5 verschillende onderdelen hebt. Nou, de stijgende candle die we net zagen in het groen, die hebben we ook opgebouwd uit 5 handelsdagen. En dan zie je bijvoorbeeld dat de openingskoers, die ligt hier eigenlijk bij de eerste groene candle gelijk aan de onderkant. De week wordt in het rood afgesloten met een rode dagcandle. Dat is dan de slotkoers. Uiteindelijk zijn we wel boven de openingskoers van de week geweest. 4 handelsdagen omhoog, de 5e dag omlaag. Per saldo positief. Maar zo kun je dus afhankelijk van het tijdvenster die je kiest, maandbasis, weekbasis, dag, uur, 15 minuten. Er is voor iedereen wat wils. Dus je kunt met candles kun je gewoon heel gevarieerd aan de slag. Nou, dit was overigens het koersverloop van de Nederlandse aandelenindex. U ziet onderin ook de tijdbestek staan. Dat is geweest in de periode van medio maart in aanloop naar de bodem. En daarna het herstel wat zich begon in te zetten, de opbouwfase. Dus ja, hier heb je eigenlijk al een concreet voorbeeld van hoe dagcandles hun licht laten schijnen over bijvoorbeeld omkeerpatronen. Nou, omkeerpatronen en continuatiepatronen die wisselen elkaar voortdurend af. Je hebt stijgende trends, je hebt dalende trends en daartussenin heb je natuurlijk de draaimomenten. En al die draaimomenten die hebben bij die candlesticks ik vind het een exotische naam. Dat komt ook omdat de techniek is uit Japan komen opwaaien. Dus daarom zie je bijvoorbeeld hele gekke namen staan, zoals hier in deze slide de Harami Bear. Nou, ik ga dat toch eventjes toelichten, want dit is een heel specifiek patroon die je in praktijk heel vaak terugziet. Ja, wat bedoelt men met toppatroon hier, Edward? Wat wil dat zeggen, top? Ja, een goede vraag. Normaal gesproken heb je als technisch analist kijk je naar vooral stijgende trends of dalende trends en het begin en het einde daarvan. En je wil het begin of het einde wil je zo snel mogelijk herkennen. Nou, je kunt dus natuurlijk eerst of al die candles bij elkaar zetten. Je kunt ze ook afzonderlijk bekijken en dan in een bredere context plaatsen. Dat zal ik hierbij doen. Eerst maar eventjes twee hele specifieke candles. We gaan ze zo meteen terugzien op de volgende slide. De eerste candle, zoals we net al aangaven, is een positieve handelssessie. Dus daar is geen. Het enige wat je wel kan zeggen is dat als je kijkt naar het verschil tussen de openingskoers en de slotkoers
hoogste koers van de handelssessie, dat is dat sprietje helemaal naar boven toe, is dat je eigenlijk bijna op slotkoersbasis bijna de helft van de intraday of de intraperiode winst weggeeft. Dus je sluit niet helemaal aan de bovenkant van de dagsessie. Nou, dat is in ieder geval al informatie dat er dus tijdens de handelssessie is er wat aanbod losgekomen. Is niet erg, voorspelt nog helemaal niks. Daarom is het ook interessant om bij het gebruik van candlesticks altijd naar een tweede candle op zoek te gaan. Ter bevestiging van wat je ziet in de eerste candle. We zien er hier nu twee. Nou, de eerste candle die is positief, maar die weet, ja, die eindigt eigenlijk halverwege de dagbeweging. Ik zeg even dagbeweging, het kan ook een andere type beweging zijn. In ieder geval in deze kaars is dat zo. Dus nou, dat geeft toch aan dat er wat winstnemingen aankomen. Maar de bevestiging dat er misschien wel iets mis kan gaan, die komt bij de rode candle daarna. Je ziet een openingskoers onder de slotkoers van de vorige sessie. De slotkoers die ligt vervolgens tijdens de handelssessie ook lager. Dus je eindigt lager. En de hoogste koers van die sessie weet ook niet meer, dat is niet zo relevant voor dit verhaal, maar die weet ook niet meer de hoogste notering van die groene candle te bereiken. Die blijft daar wat onder steken. Maar wat het typerende is aan dit patroon, is je hebt eerst een stijging, groene candle. Dat noemen ze ook een, zo'n verschil tussen opening en slot, dat is een lichaam. Maar dat lichaam in het rood, dat ligt eigenlijk besloten binnen dat groene openings- en slotkoersverschil van de periode daarvoor. Dus je zou kunnen zeggen, als je je voorstelt dat die groene candle een, ik zou zeggen, persoon is, dat die in verwachting is van iets anders, van iets nieuws. Want dat rode patroon, dat ligt eigenlijk besloten in dat lichaam van die vorige sessie. Dus dat noemen ze een harami. Ja, een soort van baby die de groene candle heeft gebaard. Is dan de rode, ja. Hoe ziet dat er bijvoorbeeld uit op de AEX dan, als we die van vandaag bekeken? Ja, nou, dit is dus, ik zal maar zeggen, waar je heel specifiek naar kan kijken. Maar je moet het natuurlijk plaatsen in een grotere context. En als je dan kijkt naar die twee candles die we net bespraken, dan zie je dat dat in het midden van deze grafiek, we praten hier over eerst een stijgingsfase met zelfs een vijftal positieve handelssessies. Vervolgens komt die Harami Bear tevoorschijn. Dan weet je nog niet dat die dalingsfase eraan zit te komen. Maar je krijgt wel de waarschuwing na vijf positieve candles dat die stijgingsfase wel eens over kan zijn. Dus je bent met zo'n, als je die Harami Bear herkent in de grafiek, het maakt eventjes niet uit welk tijdvenster je hebt, als je maar realiseert dat als je dat ziet, dat je dan dat dan die stijgende trend in gevaar kan komen. Nou, dit is bijvoorbeeld gebeurd van de week, woensdag 27 mei. En dat was bij die groene candle hebben we een niveau gezien tussen de 5,34 en de 5,35 in. En we staan volgens mij nu lager, maar ik heb geen ander scherm nu aan. Is dit duidelijk, denk je? Ja, dat is helder inderdaad voor mij hoe dit de omslag heeft gemaakt. Ja, klinkt goed. Okay. Welke soort patronen hebben we nog verder waar we naar zouden kunnen kijken? Want ik neem aan dat we niet enkel op de Harami. Nee. Nou, om nog even nog wat verder te kijken. We zagen net een grafiek op een uurbasis. Als je het op 15 minuten basis doet, ja, dan krijg je natuurlijk meer candles te zien. Je krijgt meer details te zien. Dus je moet ook voor jezelf besluiten van even een uurtje handelen op de beurs. Kijk eventjes naar de dag candles en ga dan bijvoorbeeld naar de uurcandles kijken of de 15 minuten candles. En hier zie je bijvoorbeeld helemaal bovenin, zie je bijvoorbeeld dat er in de 15 minuten grafiek, zie je helemaal aan de top, zie je is er niks aan de hand, de koersen die stijgen en in één keer zie je een rode candle verschijnen.
die ligt besloten binnen dat groene lichaam. Nou, en dat is bijvoorbeeld op 15 minuten basis, was dat dus de aankondiging van dit is de geboorte van een nieuwe trend. En ja, ik weet dus niet wat er daarna gebeurt, maar het scherm laat nu wel zien, achteraf, dat dat een goede waarschuwing was. Je hebt ook een ander patroon, de engulfing bull. Nou, de engulfing is een mooie term voor iets opslokken. Eigenlijk het tegenovergestelde van een harami. Een harami ligt besloten, ik zal maar zeggen, in de candle van de vorige sessie. Bij de engulfing heb je te maken met een patroon wat het lichaam van daarvoor helemaal opslokt. Als het ware overschaduwt. Ik heb dat onderin met de pijl aangegeven. Natuurlijk het mooie dat je achteraf dat allemaal prachtig kan duiden. Maar waar het mij om gaat is dat die candles die geven dus waardevolle informatie. Ja, al het giswerk, alle fantasieën haalt het eruit. Dus dit is een mooi bodempatroon om even uit te duiden. En ik heb hem eventjes niet met de pijl aangewezen. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de kwartiercandle. Dat is vanochtend tussen 10 en 11 uur. Dan praten we over een grote rode candle omlaag, nog een kleine. En vervolgens zie je die grote groene candle omhoog. Nou, dat was bij een indexstand tussen de 529 en de 530 in. Nou, en die overschaduwt eigenlijk dat kleine candletje, dat kleine lichaam van het vorige kwartier. Dus op kwartierbasis heb je dan je aanwijzing van, oh, ik heb hier mogelijk te maken met een bodempatroon. En nou ja, die informatie daarna klopt ook wel, want we zijn ondertussen 531,5 geweest binnen drie kwartier. Ja, ja, zeker. Dat maakt het interessant om dat te traden met bijvoorbeeld Mariners opties turbo's ook naast CFD's lijkt me. Want je kan bijvoorbeeld op dat moment, als je zo'n patronen kan zien, een engulfing bull, als je dan inzet op bijvoorbeeld een positie met een knockout van 5,28, 5,29, heb je nog een beetje speelruimte, maar je mikt eigenlijk terug op een opwaartse beweging. En dan kan je mooi die paar punten pakken. Ja, lijkt me een mooie opzet daar. Ja, en een 15 minuten grafiek leent zich daar natuurlijk uitstekend voor. Je moet natuurlijk niet de auto pakken of de trein en op visite gaan en er voor de rest niet meer naar kijken. Zo werkt dat natuurlijk niet. We hebben ook op een ander tijdvenster wat informatie. Nou, we hebben net gekeken naar een toppatroon en een bodempatroon. Je hebt ook de trendcontinuatiepatronen. Ja, die wisselen elkaar natuurlijk af. En in de aanloop naar de top, die we net in de grafiek zagen, zie je dat die aanloop die kent een significante rally. En wat je eigenlijk wil, is dat gezegde van de trend is your friend, wil je eigenlijk natuurlijk wel eerbiedigen. Maar ja, wanneer is dat nou eigenlijk relevant? Nou, als je drie positieve candles op rij hebt. Ik heb ze hier met een pijl aangegeven. Bij de derde candle in een reeks van drie positieve candles is er sprake van wat ze dan noemen three advancing soldiers. Drie oprukkende soldaten. Ja, dat zijn geen termen die ik zelf heb verzonnen, maar die soldaten die geven wel aan van nou jongens, wij gaan die strijd op de beurs, die gaan wij wel winnen. En nou, wat is daar nou het aardige van? Bij de eerste beweging vanaf een bodem zien we drie candles ontstaan. Nou, zodra die vierde candle zich gaat ontwikkelen, weet je dat er drie soldaten zich hebben gemeld. Nou, dan zie je die grafiek, zie je denk ik rood kleuren. De beurskoersen gaan wat omlaag. Sommige mensen raken daarvan een beetje van hun apropos. En die weten dan niet precies van ja, gaan we nu weer omlaag? Nou ja, dat kan natuurlijk. Niks is zeker. Maar je kunt wel zeggen op basis van die rally dat waarschijnlijk een tijdelijke, ja, ik zou maar zeggen, hapering is. En dat je eigenlijk mag wel op vertrouwen dat je daarna weer die stijging voortzet. En dat gebeurt ook. Je krijgt weer drie candles op een rij. Drie soldaten melden zich. Komt weer een rode candle. Is allemaal niet erg. En uiteindelijk zie je dan een rally naar de top.
En Precies, ja, dan dat is ook het hoogste punt waarop die vandaag is gekomen, is die ja, ongeveer die 5,39 die je hier op het scherm hebt. Dus dit is wel een sterk patroon. Als je, ja, als je duidelijk die three advancing soldiers ziet. Dus ze hebben wel echt een aanval gedaan, gelijk bij opening. Het is hier ongeveer rond 9 uur 's ochtends op de 24 uur AX van IG. Ja, dat die toch wel daar naar helemaal de topkoers gaat en dan keldert. Dus dat is een opmerkelijke beweging die we daar hebben gezien. Mooi patroon ook hier. Nou, dit is een heel, ik zou zeggen, mooi, ik vind het een mooi voorbeeld van hoe dus die patronen van die drie soldaten, hoe dat in praktijk werkt. Natuurlijk wil iedereen zo snel mogelijk weten wanneer is die trend dan over. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, ik zie daarna toch weer opnieuw drie candles. Ja, dat is waar, maar eigenlijk moet je wel drie candles op rij hebben met echt duidelijk hogere slotkoersen. En bij die top zie je dat niet gebeuren. Daarom gaan we weer over van een trendcontinuatiepatroon naar een trendomslag. Kijk eventjes naar die drie candles op rij, de positieve candle, dan er is een nieuwe term, een doji, en dan een negatieve candle. Ik ga eventjes terug naar de vorige. Je herkent hem waarschijnlijk in het midden van de grafiek in die omslag. We gaan hem nu even inzoomen. En hier heb je dus de boodschap van die candles. Je krijgt nog een sterke stijging in de 15 minuten grafiek. Dan heb je op zichzelf nog een positieve candle, wat we dan de doji noemen. Maar waarom noemen wij dat nou de doji? Openings en slot van die 15 minuten, die liggen eigenlijk relatief dicht bij elkaar. Maakt niet zoveel uit ten opzichte van de vorige candle. Het gaat hem over specifiek die candle van die 15 minuten. Je ziet een hoog-laagbeweging, maar de opening en slot van die 15 minuten die liggen dicht bij elkaar. Dat dicht bij Ja. elkaar liggen, sorry, ja? Nee, ga je gang, ja. Die ligt dicht bij elkaar liggen, ja. Dat duidt erop dat vraag en aanbod raakt aan elkaar gewaagd. Dus die houden elkaar, zeg maar, beginnen elkaar in evenwicht te houden. Nou, zo'n doji, dat is een patroon wat duidt op een aarzeling. Nu is het bij deze sessie zo dat die doji die ligt eigenlijk, ik zal maar zeggen, binnen de beweging nog van de voorgaande dag. Soms liggen die doji's echt wel beduidend boven. Ik zou maar zeggen, die eerste groene candle die je hier ziet. Daar hebben ze dan weer een andere benaming voor. Daar ga ik u nu niet mee lastigvallen. Maar vaak is het zo: sterke beweging omhoog, aarzeling. En als je dan die bevestiging hebt van een volgende candle, nou, en die is niet te missen. Die is duidelijk negatief, erg groot. We gaan van opening, gaan we nog wel even iets hoger, maar we gaan veel en veel lager uiteindelijk. En dan zie je, als we terugkijken naar hoe dat verder afloopt, zie je dat dus het begin was van een correctie. Nou, die candle eindigde op 5,35. Maar ja, daarna zakte de koers door richting de 530. Dat is toch weer 5 indexpunten die je zo eventjes mee kan pakken als je weet hoe je die candles moet uitleggen. Ja. Ik krijg ook even, Edward, tussendoor een vraag van het publiek. Namelijk om even de live koersen erbij te nemen. Want we kijken hier momenteel op het IG-platform naar de koersen van vandaag, uiteraard. En ook op de cash-versie. En dit sluit ook zo'n beetje aan op lange termijn waar we naartoe kijken. Als je hier even uitzoomt, dan zal je. Ongeveer zien toch dat we, wat heb je getekend? Toch het kanaal van AX. Ja, dit is. Ik ga even. Dit is het kanaal wat ik even op dagbasis snel heb getekend. Hier kun je het een beetje zien. Je ziet de grote daling in maart. En je ziet daarna het herstel heel mooi in een stijgend trendkanaal. Je zit nu aan de onderkant van dat stijgende trendkanaal. Overigens is het misschien wel even goed om op te merken dat Siebren van de week een mooi verhaal heeft geschreven over de AEX. Dus het is ook wel even handig om daar op te letten. Maar goed, wij zijn natuurlijk geïnteresseerd in van nou, wat zien wij nu? Nou, ik zeg, laten we eens even inzoomen. Nou,
in de 30 minuten grafiek zie je bijvoorbeeld al een lagere top en een lagere bodem ontstaan. Eigenlijk vanaf de 5,39. En ja, wat de 15 minuten grafiek heel mooi laat zien. Ja. Dat was vanmiddag zo rond een uurtje of 5:15. En dan zien we gelijk ook waarom het zinnig kan zijn om ook die 15 minuten grafiekjes te bekijken. Je ziet bij die beweging richting de 5:23, wat was het? 5:23:05. Zie je, je moet misschien goed kijken, maar je ziet echt een beweging waarbij openings- en slotkoers is echt aan elkaar gelijk. 525:35 lees ik in de data af. We zijn iets hoger geweest, maar ook wel veel lager. Dus openings en slot van die 15 minuten dicht bij elkaar. Dat is een aarzeling na een behoorlijke dalingsfase. Er is opeens aarzeling bij de verkopers. En 15 minuten later sta je met een grote groene candle hoger. En dat betekent dus dat bij een indexstand van, in dit geval was dat 526,95, heb je dus je omkeerpatroon te pakken. Dus je hebt een doji en een bevestiging van die doji. Nou, dat betekent dat je de eerstvolgende candle bij de openingskoers, 528,15 was dat in dit geval, kun je bijvoorbeeld gaan draaien met de positie. Ja, laten we ook even kijken bij het publiek wat jullie ervan denken. Dus we hebben nu een paar patronen alvast besproken. En ja, Edward, we spreken nu net ook de wisseling van de trend. Want net die opwaartse trend. En ja, waar zal volgens jullie de AEX vrijdag sluiten? Gaat die lager staan dan die 5,28 waar we momenteel staan? Eerder gelijk of hoger? We horen het graag van jou. En dat kan je nu doen via de live poll die beschikbaar is. Dus ja, hopelijk konden we met onder andere deze patronen er toch wel wat tussenuit halen. En dit is ook onder andere informatie die we beschikbaar stellen via het sentiment van IG. Als je klant bent, dan heb je hier toegang toe wat het bredere publiek hiervan zegt en waar onze klanten zelf een positie op hebben. Ja, momenteel even als we kijken naar deze poll nu, Edward, zegt 53% momenteel dat we 50% hoger, 30% lager en 20% gelijk met 50% van de deelnemers die vanavond stemden. Dus ja, het publiek is over het algemeen toch iets meer bullish tijdens dit webinar. Ze denken vooral dat de AEX tegen vrijdag omhoog gaat gaan. Okay. Welke patronen zouden we ongeveer nog verder kunnen bekijken na die trendomslag? Is misschien ook patronen die kunnen aangeven of we nu buiten een trendomslag, dat we misschien een trendbevestiging verder kunnen vinden of iets eigenlijk een voortzetting is trend? Ja, wat we een van de aspecten waar je naar kan kijken is het volgende. Ik ga toch even inzoomen. Even op de daggrafiek, dagdata. En dat is, we hebben nu twee rode candles. We hebben net ook die drie soldaten besproken. Maar als je nu bijvoorbeeld morgen een derde rode candle op rij krijgt, dan bij een trendbreuk, ja, ik heb dit trendkanaal even snel getekend, dan heb je een aanwijzing dat het wat lastiger wordt om gelijk te blijven. Maar kijken we nu bijvoorbeeld op dagbasis naar afgelopen week. Ja, ik bedoel, een week geleden stond de AEX op 531,54 en nu staan we op 529,91, zag ik zojuist. Dus dat is, ja, ik snap best wel dat het publiek zegt van ja, per saldo zijn we nog positief. Ik denk dat dat ook terecht is. Als je kijkt naar de beweging vanaf het dieptepunt in maart dit jaar. Je zit eigenlijk op een prachtig moment om eigenlijk die opgaande trend weer een nieuwe impuls te geven. Maar we hebben net vastgesteld dat die piek die we hebben gezien in april,
dat die uitbraak die is op dit moment mislukt. Dus het wordt de komende 48 uur wordt dat heel spannend. Dus ik vind het eigenlijk wel een hele goede vraag, Bart, die je stelde. En ik snap het publiek ook. Ja, ik heb er nog één opvolging bij. Is dit nu een halfwegmast? Dus omlaag nu, gesteld door een van de deelnemers. Kan je misschien daar nog even op ingaan? Ja, ik zou een halfwegmast, als ik bijvoorbeeld hier naar deze koersgrafiek kijk, dan zou ik dat op basis van de actuele koers zou ik dat niet durven te beweren. Maar ik zou dat wel bijvoorbeeld durven te beweren. Even kijken of we dat kunnen tekenen aan de hand van een trendkanaal. Een klein trendkanaaltje. Zo. Oh, 1, 2. Zo. Nou, zeg maar zo. Als je een sterke. Ik heb hier in de beweging omhoog heb ik een half weg mast. Patroon ingetekend. Eerst een vrij sterke stijging als ware een vlaggenmast. Dan begint die vlag te wapperen. En vervolgens krijgen we weer een impuls achteraan omhoog. Dat kan ik op dit moment, met de informatie zoals ik dat nu op daggrafiek heb, heb ik daar geen tekst voor. Maar misschien als we zeggen van, laten we eens kijken op 3 uur basis, noem maar wat, hebben we dan die gegevens wel. Nou, dat is dus een kwestie van, hoe lees je de grafiek? Wat zijn de patronen? En dan zou ik mij kunnen voorstellen, ik zit eventjes te kijken, probeer met de ogen te kijken van de kijker. Is dat ik zeg van, weet je wat, zou misschien worden bedoeld. Oh. Ik zou maar zeggen, deze beweging is wat langer. Maar dat je dan uiteindelijk, ik zou maar zeggen, de opwaartse beweging beschouwt als een soort vlaggenmast. Dan nu een soort vlag omlaag en dan weer een nieuwe impuls omhoog. Maar dan zou ik eerlijk gezegd, zou ik liever. Qua snelheid van de stijging zou ik toch liever de beweging van 19 op 20 mei in de, in dit geval 3 uur gefixeerd, als zodanig beschouwen. Dus technische analyse is ook, vind ik ook wel in hoge mate subjectief hoor. Daarom is het ook wel fijn om met die vaste patronen van candles te werken. Zodat je daar, dat je dat een beetje houvast hebt hoe je dat moet interpreteren. Ja. En op langere termijn gezien, vanaf de top van het begin van het jaar, als we bijvoorbeeld de periode even omzetten naar een maand, daar kan ook, begin van het jaar. Misschien is een week nog toepasselijker dan een maand. Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. Zo. En dan vanaf, dat gaat wel erg snel. Laat ik daar heel eerlijk in zijn, dat vind ik wel heel erg moeilijk. Om daar een overtuigend antwoord op te geven. Kijk, als ik bijvoorbeeld dat bodempatroon in de weekgrafiek, bijvoorbeeld in maart zie je nog de laatste rode candle. En dan zie je in één keer zo'n engulfing bull die de hele beweging van die laatste rode candle overschaduwt. Dat is heel erg positief. Daar kan geen misverstand over bestaan. Maar ik vind het hier, gelet op in de afgelopen weken, halen en brengen, ongeveer halverwege, ik zal maar zeggen, de dalingsfase die we nu hebben goed gemaakt, vind ik dat wel een erg, ik vind het wel lastig om dat te duiden. Daarom is het denk ik juist ook goed dat je op een gegeven moment gaat inzoomen op de uurgrafiek of op de 15 minuten grafiek, als je er heel snel bij wil zijn. Ja, laten we er nog even wat extra theorie bij nemen. Bijvoorbeeld naar de three crowds bijvoorbeeld. Hoe ziet dat patroon er verder uit? Ja, dat zal ik doen. Even kijken vanaf de huidige dia. Zo, zeg ik dat goed? Ja. Ja, zie ik goed. Ja, we hebben. Ik liet net zien natuurlijk die stijgingsfase, die drie soldaten. Voor de daling hebben ze een andere term bedacht, de crows, oftewel de zwarte kraai in dit geval. Ik heb ze hier bij mij buiten, hoor ik ze 's ochtends altijd tekeer gaan. Dat voorspelt weinig goeds. Maar bij de AX kun je dus in dit geval goed zien dat je drie rode
dag rode candles op rij heb. Ik zeg dag, maar het is een 30 minuten candle. Drie rode candles op rij. Duidelijk met een neerwaartse impuls. Nou, dan heb je, ik zou maar zeggen, drie kraaien op een rij. Nou, dat is gewoon negatief. En je ziet eigenlijk, ik was vanmiddag dat plaatje aan het maken, dat we nog niet heel veel herstel hebben gehad daarna. Over bodempatronen gesproken. Dat is weer een ander hoofdstuk. Ik laat hier maar eventjes de maandgrafiek zien. Want dat is om even aan te geven dat we gaan rap richting het einde van de maand. Dus als wij zometeen het weekend ingaan, dan is het misschien wel handig om eens de verschillende grafieken waar u naar kijkt thuis of van posities die u heeft, om eens op maandbasis te kijken wat dat voor plaatje oplevert. In dit geval is de hamer, is bijvoorbeeld vanaf 2014 is een aantal keren getoond in crisissituaties. In 2016 hebben we dat gezien in het begin, daarna nog een keertje. We hebben het vorig jaar gezien. In aanloop naar de top. En nu hebben we twee groene maandcandles in de AEX. Nou ja, het zou natuurlijk mooi zijn als er een derde volgende maand opvolgt. Zoals we dat ook hebben gezien aan het begin van de rally vanaf het dieptepunt in eind 2018. Januari, februari was positief. Toen kwam er nog een grote, kwam er nog een soldaat achteraan. Nou, geweldig. Nou, deze twee. We hebben nu twee van de drie mogelijke drie soldaten gezien. Ja, die twee soldaten die zijn wel bezig om proberen die trend de goede kant op te krijgen. Dus daar wil ik het wat betreft de theorie even voor laten. Misschien even dan nog een andere grafiek er even bij nemen. Naast de AX kunnen we er misschien even nog de euro-dollar bij pakken. Ja, zeker. Ja. En dan ga ik er ook gelijk nog een vraag van een van de deelnemers aan toevoegen. Dus eigenlijk samengevat, Edward, hebben we vandaag zoveel patronen geleerd. Gewoon de candlesticks natuurlijk als basis, hoe ze opbouwen als bouwstenen. Dan de Harami Bear met de toppatronen, de trendomkeer. Ja. En dan Engulfing Bulls hebben we gezien, we hebben de 3 Advancing Soldiers gezien, Doji Patroon, de 3 Kraaien, de Hamer. Welke is nu jouw favoriet eigenlijk, Edward? En als je even euro-dollar mag interpreteren, ik zet je misschien even zo kort voor de vraag, maar ja, welke zou je nu het liefste uitkiezen, algemeen en misschien ook vandaag even op deze grafiek? In het algemeen moet ik zeggen dat ik, maar dat is natuurlijk helemaal persoonlijk, ben ik altijd op zoek naar ik zou maar zeggen, de omkeerpatronen, zoals de doji en de hamer. Omdat dat vaak ook, maar dat gaan we op een andere keer gaan we dat bespreken, is dan vaak ook in combinatie met steun en weerstand. Ja, dus als je zo'n aarzelingspatroon hebt, nabij een weerstand of nabij een steun, dan weet je van, oh, die markt die hapert. En dan geeft de eerstvolgende candle, geeft dan vaak voldoende aanwijzingen om te zeggen van, oké, ik ga aan de slag. Ja, en, precies. Het samengevat denk ik dat het even is van wat soort voor belegger je bent, toch? Als je een trendvolger bent en je zoekt een soort van bevestiging om dan in te stappen, ja, dan zijn eerder die candlestick patronen belangrijk, waarin je die voortzetting gaat opsporen. En als je graag een, hoe noem je dat ook alweer, een counter trader bent, dus het moment zoekt waarop die gaat keren, oftewel op korte of lange termijn, dan zoek je die andere patronen. Is dat ongeveer een goede samenvatting? Dat is een goede samenvatting. En om gelijk maar even de koe bij de horens te vatten voor wat het waard is. Hè. We hebben hier nu bijvoorbeeld de euro-dollar hebben we staan. Nou, ik zal even voor het gemak even een lijntje tekenen. Van punt tot punt. Nou, bijvoorbeeld zo.
Dit is zeg maar even wat ik probeer bedoel te zeggen. Kijk, we hebben dit patroon vraagt wel even wat uitleg, maar wat je mooi ziet is als je verschillende dingen combineert, steunlijn, de candle. Je ziet een hele grote, stevige candle in de euro-dollar in de 1 uur grafiek. Dan zie je in een aantal uren daarna, dat is vanmiddag geweest, zie je dat we echt wel een paar uurtjes nodig hebben om die hele enorme stijging om die, om die te corrigeren. En wat we nu zien zijn, terwijl wij nu met elkaar praten, zien we dat de tweede uurgrafiek, die kleurt alweer groen, nadat de bodem is getest. Die laatste rode candle is net geen doji. Daar is het lichaam net iets te groot voor. Maar je ziet die besluiteloosheid. En vervolgens zie je een soort engulfing bull ontstaan. Ik ga hem even uitzoomen. Zo. De eerste groene candle die je ziet na die reeks van rode candles, ja, die overschaduwt het hele lichaam van de laatste rode candle. Dus dan heb ik eigenlijk mijn eerste bevestiging op uurbasis. Die steun die ik hier heb getekend in combinatie met die candle geeft mij eigenlijk wel een informatie van ik durf wel op 1,09. 89 long te gaan. En nou ja, we staan dus nu hoger. Ja, wat we ook zien momenteel, kijk, dit is interessant. Deze 1 uur candle is natuurlijk nog niet afgesloten. We zitten om Nee, 20 klopt. voor 8. Dus eigenlijk is deze candle nog niet uitgewerkt. En Klopt. ja, je hebt altijd momentopnames. Je ziet opening en sluitingskoersen. Daarop is heel veel van deze theorie vandaag gebaseerd. Hoe belangrijk vind jij het zelf om te wachten tot die candle is afgelopen om echt een positie in te nemen of ja, om daarop vast te baseren? Nou, een van de allerbelangrijkste opmerkingen die ik denk ik in dit kader kan maken is als je kiest voor een bepaald tijdvenster, een uur bijvoorbeeld, dan mag het niet zo zijn dat je tijdens die, ik zal maar zeggen, uursessie, dat je vervolgens aan de knoppen gaat zitten. Nee, die candle moet af zijn. En op het moment dat die candle is afgerond, de klok slaat 8 uur. En de nieuwe candle gaat beginnen. Dat is het moment waarop je handelt. Want laten we eerlijk zijn, dat is ook het meest objectief. Want die koers om 8 uur, die staat voor de rest van ons leven. Het is wat alle vingers kunnen aanwijzen, wat alle ogen kunnen zien. Het is een feit. Terwijl je dat, als je dat, ik zou maar zeggen, tijdens dat handelsuur gaat doen, ja. Dan weet je dus niet of het om 8 uur, of een voet tussen nu en 8 uur. Laten we het niet hopen, ergens in de wereld in één keer een vliegtuig de toren ingaat, waarvan we zeggen, wat is dat nou weer? En die Ja. hele beweging in één keer wordt verkracht. Ja, absoluut. Ja. En zo zien we ondertussen, ja, die schaduw van die laatste candlestick zit volledig verwerkt in de candle zelf. Ja, interessante opmerking. Ja, en nog één opmerking wil ik daaraan toevoegen. En dat is. Ja, technische analyse om dat succesvol toe te passen. Je kiest op een gegeven moment voor een methodiek. Je gelooft of je gelooft niet in de, laten we zeggen, de voorspellende waarde van een bepaald candlestickpatroon. Ja, dan moet je ook op een gegeven moment de discipline tonen om te zeggen van, en zo ga ik het doen. Ik hou mij puur aan de gedragsregels en ik ga niet lopen smokkelen. Ik zou maar zeggen, in het tijdvenster waarin je handelt. Ja, het is een ja, begrijpbaar stuk zeker. En vandaar ook, ja, als je hier je hebt bovenaan je alert staan bijvoorbeeld, kan je zo bij IG-platform vanzelf wat instellen. Ja. Wanneer je dan een bepaalde tijdsperiode bijvoorbeeld een melding wilt krijgen. Of ja, zo 5 minuten bijvoorbeeld, en het dan even in te stellen om het opnieuw na te kijken. Of wat je Ja. ook kan doen als je via transactie bijvoorbeeld klikt, iets erboven. Dan kies je meteen voor een risicomanagement hier om een stop en limiet bij te zetten. Ja, En precies. dan ja, sluit de positie automatisch wanneer Ja. ja, indien je toch ongelijk zou hebben. Of uiteraard ook ja, mooi de puntjes pakken met het automatische limietniveau als de positie Ja, wordt bereikt. ja, Ja.
Ja, precies. En dan kun je tussendoor eventjes een kop koffie drinken, want het is bijna 8 uur als we zo doorpraten. Ja, precies. We gaan we nog even doorpraten tot de Amerikaanse sessie voorbij is, Edward? Ja, dat mag hoor. Ik bedoel, ik vind het altijd zo leuk om te doen, Bart. Als de mensen het ook maar leuk vinden. Dus, Ja, laten we dat nog even vragen of ze het nog leuk vinden. Ja, stuur gerust nog even jouw berichtjes in op de questions box. Nu we het scherm nog delen, kunnen we gerust nog wat tonen wat je ja, hier met deze candlesticks kan doen bij AG. Indien je zelf nog momenteel geen rekening hebt, het is eenvoudig weg te doen via rechtsboven op onze website. Kan je een nieuwe rekening openen. En wat je ook kan doen daar, is je kan bijvoorbeeld een demo proberen als het echt je allereerste keer is met het traden. Het is gewoon gratis, kan je het wat uitproberen. En uiteraard ook, dit is een heel leerzame sessie. Bedankt alvast, Edward. En de vorige MacD ook. Dit uploaden we op ons YouTube-kanaal. Abonneer je daar om gewoon gratis automatisch meldingen te krijgen van zodra die sessies worden geüpload. En dan kan je hem even rustig terug herbekijken. Om op die manier sterker te worden als technisch trader en wat meer van jouw ruime ervaring op te pikken. Ik vond het alvast heel waardevol. Het was een beetje een nieuwe wereld nog voor mij, die candlesticks verkennen. En werkte erg verhelderend voor mij. En Nou, ik zie leuk om ook te even horen. van, ja, met plezier. Ik zie ook even van de deelnemers dat ze ook een leuke sessie vonden. Superleuk om te volgen, heren. Oké, hoor, dankjewel. Dus heb je goed gedaan, Edward. Leuk. Dank je hoor. Ja. Ik zie verder geen vragen meer verschijnen. Dus bij deze dan, ja, als je graag interesse hebt om jezelf mee van start te gaan, ik ben Bart Sibbes, dus nu business consultant bij AG. En ik begeleid je graag om ja, hier even concrete stappen rond te ondernemen. Bel me gerust op het nummer onderaan, de 020-794-6610, of schrijf me een mailtje naar info.nl@ig.com. En dan bespreek ik graag even jouw handelsdoel en hoe je die bij AG kan traden. Ik krijg nog even de vraag, waar vind ik jullie YouTube-afleveringen? Edward, kan je nog even de Google Chrome browser opnieuw open doen? Oef. Onderaan. Wacht even. Ja. Dat gaat iets niet goed. Dat is Ja, deze. ja, Ja. even, ja, en dan als je hier gewoon op Google IG Nederland YouTube intypt. Google. Wacht even. Ja. Ja, wacht maar. IG. Wat zijn nou? IG, IG.com. IG Spatie Nederland. Ja. Spatie Nederland. Even opnieuw. Ja, ga dan weer heel snel. IG nog een keer. IG IG. Spatie Spatie. Nederland. Nederland. Spatie YouTube. Ja, inderdaad zo. En hier het eerste resultaat. Kijk. Waarom u Precies, kiest voor IG? Ja, helemaal goed. ja. Dus ja, klik hierop en dan laat YouTube, waarbij je, kijk, hier kan je je abonneren rechtsboven. Ja. Edward is al geabonneerd en dan krijg je hieronder zie je al meteen ook het webinar van vorige keer, dus IG Webinar Trading Ja, Talk met hier. Edward Loef. En daarnaast ook even het webinar dat ik heb gegeven met Cibre over zicht, risk en money management. En ja, dit zit boordevol waardevolle content zoals vandaag, met allerlei webinars die je in replay kan herbekijken. En natuurlijk, ja, dit is waardevol zo, maar kom er gewoon even live opnieuw bij, want dan heb je het meeste, zoals we vandaag de koersen bespreken, dat is eens zo waardevol. En kan je ook natuurlijk je live je vragen stellen. Moet je het toch gemist hebben, ja, hier kan je het herbekijken. Uitstekend, wel, daarmee hebben we het zo beantwoord. Zeg nog maar, Edward, ja. Ja, ik heb nogal een opmerking. Ik hoop natuurlijk dat als u kijkt, dat u het gewoon heel leuk vindt om kennis en ervaring zo met elkaar te delen, ook door het stellen van vragen. Volgens mij hebben we het nog niet wereldkundig gemaakt, maar ik wil alvast wel aangeven dat op 10 juni aanstaande er weer een webinar wordt georganiseerd. Ik speel met het idee om het dan te gaan hebben over de relatieve sterkte-index. Maar definitieve informatie die komt spoedig op de website, volgens mij beschikbaar in deze dagen.
Ja, absoluut. Onder leertrainingen, webinars en seminars zetten we de beschikbare webinars altijd beschikbaar. En ja, meld je aan gewoon op onze social media kanalen. En daar zetten we die informatie ook altijd bij. Dus onze Twitter van IG Nederland bijvoorbeeld, of LinkedIn, Facebook. Zoveel kanalen. Altijd een manier om bij te blijven met IG. Zo is het. Fantastisch. Ja, hebben we het hiermee? Oké, nog even een laatste vraag. Hebben jullie eigen software of gaat altijd via de browser? IG heeft verschillende platformen. Er is het IG-platform dat we vandaag hebben gezien. En daarnaast hebben we ook nog extra software, extra grafische pakketten, waaronder ProRealTime. Prachtig voor technische traders. De meeste marktanalisten gebruiken deze software. En als je hem in de vingers hebt, is hij superkrachtig. En daarnaast heb je ook MT4 bijvoorbeeld, dat is een aparte applicatie. Of als je heel grote orders plaatst, kan je bijvoorbeeld ook overwegen op L2-dealer te handelen. Iets voor professionele klanten met inzage in het orderboek bijvoorbeeld. Dus dat is nog even extra software die we aanbieden. Goeie vraag nog. Uitstekend. Wel dan bij deze, ja, ik zie ook zo beantwoord. En dan dank ik jullie allemaal hartelijk voor je deelname. Eduard, in het bijzonder, voor al je toelichting en je ervaring te delen met ons vanavond. Graag gedaan. Goed, tot volgende dan, tot 10 juni alvast. Oké, tot dan. Tot Bye. dan.